Lanzingerland in zicht. Politiekids in actie. Projectweek op basisschool De Oosthoek. Lanzinger landgenoot en onze eigen collega Patrick van Uffelen, nu voor één keer voor de camera. Maar nu eerst gluren bij de buren op Rotterdam De Heek Airport. Vandaag zijn we bij de Kinderburendag, waar kinderen kunnen leren over wat er allemaal gebeurt op de airport. We hebben 250 kinderen uitgenodigd en die maken, ja, beleven eigenlijk een dag luchtvaart. Dus ze kunnen hier echt marshallen, ze kunnen hier uitleg krijgen van de Koninklijke Marechaussee. Luchtverkeersleiding Nederland is hier aanwezig. Wij zijn zelf hier aanwezig met de brandweer. Onder andere ook op het vliegveld zelf, waar een demonstratie is. Dus kinderen maken eigenlijk een dagje luchthaven mee. We begonnen deze dag dan voor de douane met een demonstratie van de geldhond. Collega's hadden van mij bij een aantal mensen in het publiek geld verstopt. De hond weet dat niet. En vervolgens hebben we dus rij voor rij langs de hond laten lopen. En de hond heeft ze prachtig kunnen detecteren en eruit kunnen halen. En de reacties van de kinderen, hoe waren die? Ja, die waren heel enthousiast. En we hadden van tevoren wel gezegd, als je bang bent voor de hond, dan blijf je rustig zitten. Maar heel veel kinderen wilden toch even langs de hond lopen om te ervaren hoe dat is. Hoe vind je het vandaag? Leuk. Wat heb je allemaal gedaan? In een bus gereden en een theater gekeken. Oh, en waar ging die bus naartoe? Rond over het vliegveld, bij de landingsbaan volgens mij en zo. Ben je nou gewoon in de boeien geslagen? Zeker. Wat heb jij gedaan? Eigenlijk niks, maar ik vond het gewoon leuk om te doen. Waarom is het zo belangrijk dat de kinderen dat ervaren, dat ze zien wat er hier op de luchthaven gebeurt? Kinderen hebben ook de toekomst, hè? Dus je wil de kinderen ook laten ervaren van, we hebben hele gave beroepen hier op de luchthaven. Je kan hier brandweerman worden, je kan hier in de beveiliging werken, je kan hier gewoon ook in het restaurant werken als je dat wil. Dus we hebben hele gave beroepen. Braaf, applaus voor Luca! Hey! Hoe zag de demonstratie eruit? Zoals je ziet hebben we hier twee tafels met allerlei soorten spullen die in beslag genomen zijn ooit bij mensen. En dat is of bij een inhandbagage aangetroffen of in de ruimbagage. Of in postzendingen of in vrachtzendingen. Ja, en wat voor spullen moet ik dan denken? Nou ja, je ziet daar een olifantentand, je ziet daar wapens, je ziet daar werpsterren, je ziet daar een huid van een slang, zelfs een bruine berenvel, noem maar op. Ja, alles wat gewoon verboden is. En als er nou kinderen zijn die kijken en die denken, ik wil volgende keer dat ook meemaken, komt er nog een kinderburendag? Zo'n twee keer per jaar doen we dit. Dus ja, wees er snel bij. Op social media laten we natuurlijk bekendmaken van wat en wanneer. Maar iedereen is welkom hier. Bij basisschool De Oosthoek in Bleiswijk bundelen ouders en leraren de krachten. En dat om mooie dingen te realiseren voor leerlingen. En diezelfde leerlingen zitten midden in hun projectweek. Zij gaan voor ons op zoek naar wat die Stichting van Vrienden van De Oosthoek nou eigenlijk inhoudt. Waarom zijn de Vrienden van De Oosthoek opgericht? De school doet natuurlijk al heel veel leuke dingen voor kinderen. Alleen de laatste jaren is er vanuit de regering steeds minder geld voor scholen. En hoe leuk zou het nou zijn als ouders die iets extra's kunnen missen, dat aan de school kunnen geven. Zodat de kinderen naast de leuke dingen die ze al doen, nog meer leuke dingen kunnen doen. Valt het dan niet onder de ouderbijdrage? Nee, dus alle ouders betalen sowieso de ouderbijdrage. En daar gaat de ouderraad mee aan de slag. Maar de vrienden is iets extra's. Wat is je rol in de Vrienden van de Oosthoek? Ik zit bij de Vrienden van de Oosthoek als leerkracht. Daarnaast hebben we natuurlijk de ouders bij de Vrienden van de Oosthoek. En juf Valerie als directrice. En mijn rol is eigenlijk dat de vrienden die bestellen beschikbaar de gelden die zij ontvangen. En wij gaan met het team kijken van waar hebben wij behoefte aan. Waar is het voor de kinderen? Waar kunnen we iets betekenen voor jullie om jullie onderwijs nog rijker te maken? Wat vindt u het leukste wat u tot nu toe heeft gedaan? Ik denk eigenlijk wat we nu aan het doen zijn de projectweek in combinatie met talent. Waardoor ieder kind aan zijn talent kan werken. En wat hij worden wil kan ervaren of dat bij diegene past. Hoe vond je de talentenmiddag van dit jaar? Talentenmiddagen waren heel leuk. Je kon zelf doen een beetje wat je wou. Je kon een beetje kiezen wat je wou. En ook wat het beste bij jou past. Dus ook belangrijk voor de toekomst. En wat vindt u het leukste wat jullie tot nu toe hebben georganiseerd met de Vrienden van de Oosthoek? We hebben de Spacebus gehad. En ook daar mocht ik even in kijken. En heb ik ook meegereisd de ruimte in. En vooral om dan de kinderen te zien hoe die dat beleven. Hoe was de Spacebus? Het was heel leuk, want we mochten. Er was een grote bus en dan moest je een VR-bril op. En dan ging je een hele ruimtereis maken met André Kuipers.
als vrienden samelen onder andere geld in. Trouwens niet alleen geld, hè, want we vragen aan iedereen ook op wat voor manier dan ook een bijdrage te doen. Misschien heb je wel iets bijzonders of kan je iets bijzonders. Hè? Heb je een bijzonder beroep en kan je daar bijvoorbeeld een keer wat over vertellen. Bij de Vrienden van de Oosthoek heb ik dit jaar de Talentweek gecombineerd met de Projectweek. Om daar een extra groot feest voor jullie van te maken. En met heel veel externen daarvoor samen te werken. Waardoor jullie dingen zoals dit nu, tv-opnames, kunnen maken. Hoe zouden bijvoorbeeld mijn ouders donateurs kunnen worden? Nou, dat kan door op de website te kijken van de school, de Oosthoek pagina. En daar staat een klein kopje met ouders bovenin. En daar staat ook weer een stukje over de Vrienden van de Oosthoek. En op die pagina kan je precies zien hoe je donateur kan worden. Is het uniek dat de Oosthoek deze stichting heeft? Ik denk het eigenlijk wel. Want ik ken een heleboel scholen. Maar ik ken heel weinig vrienden van scholen, dus ik denk dat wij iets heel unieks hebben. Elf jaar geleden begon ik bij RTV Lansingland als cameraman en editor. En ben ik afgelopen jaren allemaal reportage gaan maken, monteren en op een gegeven moment ook het technische verhaal achter de tv-zender gaan doen. En inmiddels een paar jaar teamleider van deze mooie groep vrijwilligers. Mijn naam is Patrick van Uffelen, 26 jaar oud, woonachtig in Bergsenhoek. En ik ben freelance cameraman, editor en schakeltechnicus en vrijwilliger bij RTV Lansingland. Tijdens mijn middelbare school was ik altijd al bezig met een fototoestel. En toen hadden we op school op een gegeven moment een project met, daar kon je ervoor kiezen om iets te filmen. En daar koos ik uiteindelijk voor en toen is die passie echt gaan lopen. En steeds meer geworden. Ik zat op een gegeven moment op de tv te zappen en toen kwam ik langs de lokale omroep. En het enige wat ik zag was de tekst-tv. En meer werd er eigenlijk niet aan video uitgezonden. Ik vond dat het wel anders kon. Dus ik heb toen contact opgenomen met de omroep. En toevallig waren ze toen al bezig met het opzetten van een tv-tak. En vanuit die kant ben ik eigenlijk een beetje de omroep ingegroeid. En ben ik op een gegeven moment ook een opleiding gaan volgen in het AV-wereldje. De video- en montagewereld. Ik ben ook freelance cameraman. Ik werk onder andere voor Rijnmond en ik heb een jaar lang vanuit een faciliteitenbedrijf voor RTL Nieuws, Editie NL en voor Shownieuws mogen draaien. Dus dat zijn allemaal mooie dingen. En ik ben ook schakeltechnicus, dus ik zorg ervoor dat onder andere, dit is al vrijwilligerswerk, maar ik doe dat ook voor als AV-specialist schakelen. En het programma wat we gebruiken om de live-uitzending op tv te doen, dat heb ik vanuit mijn werk. Daar werkte ik al regelmatig mee. En hier zijn we dat ook gaan gebruiken. En met dit schakelpaneel kunnen we heel veel dingen doen. Als ik hier ergens op druk, dan start bijvoorbeeld de video. Of als ik hier op druk, dan start en dan kan je de camerabeelden zien. Maar dan gaan ook de geluidsschuiven open, zeg maar. Dan hoor je de mensen ook in de studio. Dus in principe zou je vanuit hier ook in je eentje de uitzending kunnen maken. Ja, soms maak ik wel iets te veel uren voor de lokale omroep. Maar dat komt omdat je er gewoon zoveel plezier uit haalt en zoveel energie ervan krijgt. Maar het valt goed te combineren met mijn freelance werk. Ja, absoluut. 11 jaar geleden begon ik bij de lokale omroep. Toen ben ik af en toe wat reportage gaan maken. En toen na een jaar was er een clubje aan vrijwilligers. En zijn we begonnen met het programma Lansingland de Zicht. En dat bestaat nu in juni 10 jaar. Je confetti. We hebben nu een televisieteam van 18 mensen. We werken met z'n allen met heel veel passie aan alle uitzendingen die we maken. Ja, we hopen natuurlijk veel verder te groeien met het met alles wat wij maken bij de lokale omroep. Ja, we hebben echt een fantastisch leuk televisieteam. En daarin is wel belangrijk dat ik ook als teamleider gewoon net zo hard meewerk als iedereen. Ik sta echt tussen de groep. Dus ik ben ook gewoon lekker bezig met video's filmen, monteren en lekker met de groep meedoen. Want uiteindelijk maak je met z'n allen een heel mooi product. Ja, mijn vriendin vindt het superleuk wat we hier allemaal bij de omroep doen, maar ze heeft af en toe wel zoiets van, ben je nou alweer weg? Ga je nou alweer wat doen? Maar goed, we maken met z'n allen toch weer wat moois. En dan als ze dat ziet, dan hoop ik toch wel dat ze er trots op is. Onze uitzending vanuit de studio van Goedenavond Lansingland begint altijd om 8 uur live op tv. En we hebben als inbelverbindingen met mensen op locaties. Dan staan verslaggevers ergens in Lansingland. En we hebben een keertje gehad dat er een paar minuten voor 8 de verbinding wegvalt. Ja, dan begin je toch wel even te stressen. Dat iemand in één keer pof eruit is en dan moet je het oplossen. Want die persoon moest als eerste zijn live verslag doen. Maar goed, uiteindelijk was het heel snel toch weer opgelost en kon die persoon gewoon live om 8 uur zijn verslag doen. Een van de programma's waar ik wel heel trots op ben is de documentaire 75 jaar onvoltooid bevrijd. Dat is een oorlogsdocumentaire die we hebben gemaakt.
Ja, dat is toch wel echt een heel mooi document, ook voor de gemeente. Van verhalen van mensen die de oorlog hebben meegemaakt. Hier in deze gemeente, waar we nu allemaal in alle rust en veiligheid wonen, maar waar 75 jaar geleden wel ook nog gewoon oorlog was. In de afgelopen 10 jaar is Lansingland TV echt wel flink vooruit gegaan in kwaliteit en professionaliteit. 10 jaar geleden maakten we alleen nog maar het programma Lansingland in Zicht. Ja, inmiddels zijn er heel wat programma's bijgekomen en zijn we nu ook vanuit de studio programma's aan het maken. Wat naar mijn inziens wel echt heel professioneel eruit ziet. En dat hoop ik komende jaren die professionaliseringsslag wel door te mogen zetten. Ja, over 5 jaar hoop ik nog steeds dat wij hier een hele mooie televisietak hebben bij de Omroep. En dat we steeds meer mooie producties zijn gaan maken vanuit de studio hier en op locatie. En voor mezelf persoonlijk hoop ik ook nog steeds op het AV-gebied veel mooie reportages, zowel bij Rijnmond en andere omroepen en bedrijven te mogen maken. Echte speurneuzen. In Lansingerland is het Politiekids-project dit jaar van start gegaan. Politiekids die is er al vrij lang. Alleen in Lansingerland zijn we daar nu pas mee gestart. Maar dat gaat over jongeren die iets hebben met de politie of met de veiligheid of zich storen aan dingen in hun wijk. En die samen met ons en de politie daar iets aan willen doen. We zijn vandaag met de Politiekids zijn we op stap en we zijn oudere mensen zijn we aan het vertellen hoe ze of ze ooit oplichting hebben meegemaakt van de bank of gewoon online. En over hoe je het kan voorkomen en daarvoor geven we ook deze folders. Die geven we mee en hier zijn allemaal tips in hoe je het kan voorkomen en wat je moet doen als het wel gebeurt. Ik ga als eerst vragen hoe oud je bent. Oh, grut. Nou, wat denk je? 75. Lijkt veel, jongen. Nou, dankjewel, maar het is echt waar. Ja, politiekids zijn kinderen die zich hebben opgegeven vanaf in dit geval de Gouden Griffel. En we gaan allerlei acties doen in de wijk waarbij we last hebben van bijvoorbeeld fietsendiefstallen, hondenpoep hebben we kort geleden gedaan. En we zijn eigenlijk ook een beetje met elkaar aan het verzinnen wat leuk is om met politiekids te doen, want het is nog officieel een pilot. En hun zijn ook een beetje de denktank van wat gaan we allemaal doen en wat is leuk voor de volgende ploeg. Dus dat is Politiekids. Maar voordat ze als Politiekids op pad gaan, moeten ze zich melden bij de burgemeester op het gemeentehuis. Vandaag ga ik jullie formeel beëdigen als Politiekids 2022. Ik zou eerlijk en behulpzaam zijn, anderen behandelen zoals ik zelf behandeld wil worden. Mijn best doen een goede politiekid te zijn. Alles wat je vanaf jongs af aan meekrijgt, zeker qua regel en wetgeving, draag je de rest van je leven mee. Dus van die jongeren zal ik, als ze dadelijk 18, 16 zijn, zal ik daar geen last van hebben. Want die kan ik op de persoon aanspreken, die weten wie ik ben en die weten wat er van hun verwacht wordt in de buitenruimte. We gaan volgend schoolseizoen gaan we met IKC Gouden Griffel en de Gouden Griffel en misschien met andere basisscholen in Berkel en Roderijs gaan we een oproep doen van welke kinderen dat zouden willen. En zijn het er heel veel, dan gaan we een selectie doen. Dus dan moeten ze de hindernisbaan afleggen en dan moeten ze ook een soort toets maken. En de beste kinderen die daaruit komen, die worden dan de nieuwe politiekids voor volgend jaar.